nu jullie poging om de bemanning van het kotter te halen. Gaat dat gaat via de helikopter? Ja, gaat via de helikopter. Het lukt niet om met de boot in de buurt te komen daar. Zo, het is te gevaarlijk. En hij gaat nu kijken. Hij is nu aan het oriënteren hoe hij dat moet gaan doen. Het is een best ingewikkelde materie, want je ziet al die masten. En zo'n redder moet met een lijntje naar beneden toe. En die hebben een hekel aan al die masten. Dat vinden ze allemaal niks. Bovendien is er wind. Veel wind, windkant 8, 9. En de boot beweegt. Het wordt geen makkelijke operatie. Dit. Dat was wel zo spannend. We zien nu één bemanningslid aan dek. Daar komt de reddingsmedewerker van de helikopter. Ja, hij heeft de boot te pakken. De eerste man gaat nu omhoog. De boot gaat nu toch wel gevaarlijk heen en weer. De machinekamer is volgelopen met water. Door het hoge water en de harde westenwind deint het schip veel te veel op en neer. En was het niet langer verantwoord dat de bemanningsleden aan boord bleven.